Tijani. Ja, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Eerste hulp bij nieuw organiseren. Wil jij hem aftrappen, Tijani? Wat biedt eerste hulp bij nieuw organiseren? Wij willen organisaties binnen verpleging en verzorging heel graag ondersteunen om een eerste stap te zetten in het nieuwe organiseren. En wat is het nieuwe organiseren? Is de klant echt centraal te zetten. En vakmanschap, de vakmensen centraal te zetten, en goede communicatie, zelforganisatie en plezier. En het is een eerste hulp, dus we willen hen bij een workshop laten voelen van hoe het ook anders kan en hoe je ook op een andere manier met elkaar kunt communiceren rondom een thema waarbij de klant centraal staat. Dat is heel kort. Ja, dank je. Heb jij een aanvulling, Jaap, bij de korte introductie? Hoe zou jij eerste hulp bij nieuw organiseren omschrijven? Nou ja, je hebt het begrip kleine oorzaken, grote gevolgen. En vaak zie je dat alles wat nieuw is, begint met een plan. En dat moet uiteindelijk vroeg of laat uitgerold worden. En dat plan gaat uiteindelijk altijd, maar dat kunnen we niks aan doen, hè, maar het is 2015, precies 100 jaar nadat Taylor is overleden. Dat plan gaat altijd over de optimalisering van de organisatie. En niet over de optimalisering, wat Tijani net zegt, van de relatie met de cliënt. Daar gaat hij eigenlijk niet over. Mm-hmm. De cliënt valt er buiten. En dat klinkt misschien, ja, dat valt toch wel mee. Maar als ik aan de organisaties vraag, teken je organisatie eens, dan gaan ze een harkje tekenen. En in het hartje komt die cliënt niet voor. Terwijl op die website staat, die cliënt staat centraal. En met een harkje, wat bedoel je precies met een harkje? Nou, een organigram, hè, met bovenin een raad van toezicht en dan een bestuurder en dan een MT en dan een hoeveelheid stafdiensten. En dan een aantal mensen die dat wat bedacht is door anderen naar de werkvloer moeten vertalen. En op de werkvloer moet men het dan maar doen. Maar daar komt, in dat plaatje komt de klant niet voor. Mm-hmm. Dus je ziet dat, Taylor zei dat al ooit, systems first. En wie is Taylor? Taylor, dat is, goede vraag. Taylor was, Taylor schreef het allereerste managementboek. Mm-hmm. In 1911. Mm-hmm. En ik zal daar geen heel verhaal over houden, want ik heb het boek vertaald. Dus dan weet je er vrij veel van, zal ik maar zeggen. Maar een van de meest bijzondere dingen in dat boek is wel dat op bladzijde 2 staat: in het verleden stonden mensen centraal. Dat moeten we niet meer doen. We moeten systemen centraal stellen. Bladzijde 2. En dat hebben we denk ik nu, het was 1911 was dat boek. Hij is 4 jaar later overleden. Maar dat doen we nu ruim 100 jaar. Systemen centraal stellen. En mensen die daar werken, human resources noemen. Mm-hmm. Hè, terwijl het human beings zijn. Mm-hmm. We maken maar een klein gedeelte van hun kwaliteiten gebruik. Mm-hmm. Dus dat kan, en dat kan anders? Dat kan anders. En ik denk dat het ook een wens is om dat anders te doen. Hè. We zitten hier, dit filmpje wordt gemaakt toevallig op 4 november 2015. En 4 november 2014 zat Martin van Rijn, die zat s'avonds bij Pauw, geloof ik, hè? Of was het toen nog Pauw Witteman. Mm-hmm. Die zat bij Pauw om het verhaal te vertellen, of aan te moeten horen, hè? Hoe het met zijn ouders eraan toe ging. En dan zie je natuurlijk dat wat wij op papier met elkaar opschrijven, er in de praktijk natuurlijk heel anders uit kan zien dan in de werkelijkheid. En dat is denk ik hier het uitgangspunt. Ja, dat we niet met dat papier gaan beginnen, bij die eerste hulp bij nieuw organiseren, maar dat we bij de realiteit van alle dag beginnen. Ja, dat klinkt raar, maar na 100 jaar taylorisme is dat vrij nieuw voor mensen. Ja. En met de praktijk van alle dag beginnen. Kun jij daar wat over vertellen, Tijani? Wat betekent dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Jullie organiseren workshops? Eén? Ja. Meerdere? Eigenlijk twee, maar de eerste workshop is dat we bij de mensen, bij de organisatie langskomen. Tweede ook trouwens, maar bij de eerste gaan we in gesprek met de cliëntenraad of met de ondernemingsraad, met de,
met de leidinggevende, zeg maar, met bestuur en MT. En de mantelzorgers. En met name ook. Ja, die horen bij de cliënten. Ja. Ja, en daar willen we horen heel graag welke thema's of er spelen bij hun in die organisatie. Mm-hmm. En die gaan we inventariseren en nou, ook overleggen van welke zullen we dan behandelen in de tweede workshop. Aha. En dan komen we weer langs bij de organisatie. Mm-hmm. En dan zit het hele systeem, zeg maar, aan tafel. Mm-hmm. The whole system in the room. En het hele systeem, dat zijn dus al de verschillende rollen die je cliënten, net noemde. De mantelzorgers, de leidinggevende, de andere stakeholders. En medewerkers. De vakmensen, juist. Juist, de vakmensen en de professionals. Mensen uit de ondernemingsraad ook misschien? Ja, de medezeggenschap. Wat ik het eigenlijk nog het allerleukste ook daarvan vind, is dat we ook mensen van het zorgkantoor willen uitnodigen. De WMO-mensen, raden van toezicht, die zitten zeg maar bij de andere stakeholders. Omdat die eigenlijk nooit worden betrokken bij thema's in de organisatie waar ze wel allemaal hun zeggenschap over hebben en meedenken. Dus die neem je ook mee in het verhaal van de klant staat centraal. En, nou, en in die tweede workshop heeft Jaap een mooie inleiding. En dan gaan we de thema's behandelen in verschillende mixen aan tafel. Het kan een complete mix zijn van elke soort één, zeg maar. Maar dat kan ook elke soort aan één tafel. Dat is maar net hoe het op dat moment wat het meest geëigend is. En we sluiten het af met een WhatsApp-groep maken. Sowieso van iedereen die daarbij aanwezig is geweest. Want dan dat kun is een applicatie op de mobiele telefoon, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Dan gaat de communicatie heel erg snel. En kunnen ze dan, want ze gaan gewoon doen. En ze gaan de deur uit met iets van, nou, maar daar gaan we mee aan de slag. En op die manier kunnen we de eerste stap zetten in het doen. Maar ja, je loopt natuurlijk altijd tegen dingen aan. En als je dan heel snel, zeg maar, met die WhatsApp-groep contact hebt. Mm-hmm. Want die zijn allemaal bij die eerste bijeenkomst geweest. Dan ga je weer verder. Ja. Weer verder. Ja, ja, ja. En dat is een eerste stap. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze na de eerste stap denken van we hebben nog een tweede stap of een derde stap nodig. Komen we ook langs. Het is geen probleem. Maar je probeert eerst vliegwiel in feite op gang te brengen. Ja. En het idee daarachter is, nou, als dat de eerste keer het juiste vliegwiel is, een kleine oorzaak, groot gevolg, dan gaat het misschien daarna wel vanzelf. Want dan hebben ze eenmaal zitten in een andere setting, letterlijk. Ja. Ze zijn betrokken, ze kunnen elkaar via die WhatsApp-groep vinden als er wat nodig is. En dan vervang je eigenlijk op een, denk ik, op een leuke, logische, maar ook noodzakelijke manier, verticale verbindingen. Hè? Door horizontale verbindingen. Dus die verticale verbindingen bedoel je dan net zoals je in het begin uitlegde met dat haakje, dat er van door deze en gene hoger in de organisatie plannen ontwikkeld worden, die door anderen onder lager in de organisatie uitgevoerd moeten worden. Ja, en met de hoop dat ze zo goed mogelijk passen zeker bij degene, de klant om wie het gaat. Ja, en die cliënt. Klant zit verder niet aan tafel, dus. He, dus in die zin proberen we ook woorden als bottom-up te vermijden. He, want dan zou je het vanaf de medewerkers naar boven toe doen. Nee, we willen het niet alleen met de medewerkers doen, ook. Maar ook met de cliënten zelf. En ook met de cliëntenraad. En dus, nou ja, wat Jannie net zegt, met alle stakeholders. Ja. Dus dan doe je toch echt wel zeg maar een stap verder. En Tijani zei het net al, dat noemen wij in het jargon heet dat the whole system in the room. Mm-hmm. Om van die kant het aan te vliegen en niet dat er een klein groepje is of een plan gaat maken wat uitgerold wordt. Ja. Dat is wat we kosten wat het kost willen voorkomen. En we hebben dat wel eens genoemd, we zetten alle kritieke succesactoren bij elkaar. In één ruimte. En wat gebeurt er dan? Wat kan er dan gebeuren? Waar leidt dat toe? Zo'n workshop, dat is een, moet ik me voorstellen, een dag? Een lange middag, zeg maar, van 1 tot 5 en dan borrelen en informeel wat bij elkaar komen. Maar het leidt
dat het voelen hoe het anders kan. En ja, en tot inzichten. Van, ja, maar het is gewoon een hele andere manier van met elkaar in gesprek gaan. En met hele andere mensen, waar je dan normaal, zeg maar, in het normale systeem mee in gesprek gaat. Van, hé, zo ja, kan het ook. Ja, ja. Nou, wat je ziet is dat in het regeerakkoord, dat is wel grappig, in het regeerakkoord van 2012, hè, Rutte 2, Brugge slaan heet dat, daar staat in dat wij meer ruimte moeten geven, bladzijde 2 is dat van het regeerakkoord, bladzijde 2, de bovenste alinea, daar staat in dat wij meer ruimte moeten geven aan de vakmensen. Nou, en je zou kunnen zeggen dat dat is wat je hier probeert. Je doet een poging om met die vakmensen en de cliënten en hun aanverwanten in verbinding te staan. Want de kwaliteit van de organisatie wordt altijd bepaald in relatie van de vakmensen in de voorste linie, zoals men dat in het regeerakkoord noemt, en de buitenwereld. Daar wordt de kwaliteit van een organisatie bepaald. Leg eens uit, hoe werkt dat? Nou, als jij les hebt op een school, dan wordt de kwaliteit van de lessen wordt bepaald door de relatie van jou met de docent. Hè, dat is wat er gebeurt. Nou, dat zit zich in de zorg. En niet zozeer alleen het lesmateriaal of de module of de methode. Ja, hij hebt allemaal. Hè, maar als die relatie met die docent niet deugt, dan wordt het toch ingewikkelder. Nou, dat geldt denk ik in een zorginstelling precies hetzelfde. Hè. Ja. Als de relatie met de vakmensen niet deugt, of niet lekker loopt, hè, ja, dan krijg je dus begrippen als liefdeloze zorg, hè, wat op dit moment in is, of dat men niet trots kan zijn op hun werk. En wat je dan vooral probeert te doen, omdat ook in het regeerakkoord staat, we moeten die vakmensen meer ruimte geven om hun werk goed te doen. Ja, die doordat ze ruimte krijgen, kunnen ze maatwerk leveren. Maar dan zal de back-office, die zal die vakmensen moeten ondersteunen in hun streven, het, zeg maar, de regie te pakken in die relatie met die cliënt. He, waarbij die cliënt aangeeft wat er gebeuren moet. Ja, en dat is toch... Ja, en dat betekent dus ook dat, zeg maar, de frontlinie ondersteund wordt door de backlinie. En niet dat de backlinie de frontlinie gaat aansturen van zo moet het met allerlei KPI'tjes. Ja, dus allerlei prestatieindicatoren. Met allerlei, weet ik veel wat we allemaal hoe we benoemen. Vinklijstjes. Vinklijstjes, ja. Hè, en dan dat weer gekoppeld aan allerlei lijstjes die dan weer afgevinkt moeten worden. Of we wel kwaliteit leveren. Ja. En dan kan het zijn, en dat gebeurt natuurlijk ook, dat we op papier kwaliteit leveren. Terwijl als we dan een cliënt vragen via een camera, dan zegt de cliënt, nou, vind er wel meevallen. Hè, om niet te zeggen, ik vind het tegenval. Ja. Ja, dus dat, ja, dat is wat we, dat we, dat, dat is wat we gaan doen. En Tiziani, zou jij misschien vanuit jouw achtergrond iets willen vertellen over jouw achtergrond en hoe jij vanuit jouw werk in de zorg hebt gezien hoe dat anders kan, hoe je dat hebt meegemaakt? Nou, ik heb, zeg maar, vanaf 82 in de verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt. Dat is lang, 33 jaar. Ja. En ja, daar ben ik ooit begonnen in een verpleeghuis waar zalen waren met zes mensen die daar echt gewoon ook de laatste levensfase door moesten brengen. En werken als in een ziekenhuis en met heel veel personeelstekort. Maar langzamerhand heb ik wel die hele zorg ook... met name de verpleeghuiszorg ook zien verbeteren in richting, neem de kwaliteit van leven staat centraal. En de bewoner moet centraal staan en niet het systeem. En dat roepen we al heel erg lang. Maar we hebben ondertussen nog best wel veel veranderd. Van die grote zalen, daar zijn we nou wel van af. In 2012 was echt vanuit de regering gezegd, nee, we hebben nou allemaal één of twee persoonskamers in de verpleeghuizen, dus de privacy is in elk geval veel beter georganiseerd. En dus vanuit de regering is men ook wel heel erg aan het ondersteunen om vanuit die vanuit het wonen en de privacy het leven van de klanten, van de bewoners van verpleeghuizen te verbeteren. Maar daarnaast was het ook gewoon heel erg belangrijk dat je
de medewerkers zeg maar in een andere modus kreeg van systeem werken, dus van op een afdeling werken en om 10 uur moet toch ongeveer iedereen wel gewassen en uit bed zijn en ontbijtje op bed hebben gehad en dan de spoelkeuken schoonmaken en de medische. We waren echt helemaal zo gehospitaliseerd op werken op een afdeling. En de route van de dag volgen, zeg jij. Ja, maar niet wat de klant wilde. Of waar die behoefte aan had. Maar die was helemaal onderdeel van het systeem. Dus daarom zeiden we ook, de bewoners zijn allemaal gehospitaliseerd. Die vragen helemaal niks meer. Nee, maar dat word je binnen 2 weken. Word je wel zo gemaakt dat je niks meer vraagt. Want ondanks dat iedereen, ik denk dat iedereen de zorg met de beste intenties zo optimaal mogelijke zorg verleent. Maar jij zegt door de manier waarop we dat hebben vormgegeven, dat je zo de routine moet volgen, van stap tot stap. Tegelijkertijd zijn er allerlei behoeften, situaties waar je dan niet aan toekomt, die niet misschien de aandacht krijgen die ze wel willen. Praatje maken zat er niet in. Want nee, dat moest allemaal gewoon door. De zorg stond altijd centraal in de behandeling. Maar het welzijn, dat was niet een punt. En het wonen, dat was niet een punt, maar dat werd langzamerhand steeds meer. Dus zeg maar, we hebben wel steeds beter de wonen en de leefomgeving van de bewoner zeg maar letterlijk beter kunnen maken. Maar het hele systeemdenken van wat er bij de medewerkers in zat, dat is nog een heel proces. En bovendien hebben wij ze ook niet echt geleerd om dat ze hun vak heel erg goed zelf ook konden doen. Dat ze trots konden zijn op hun vak. Want we stelden zelf wel als afdelingshoofd van hoe dat allemaal geregeld moest worden. En de beweging die ik de laatste 10 jaar echt heb zien gebeuren is gelukkig. Is dat we richting kleinschalig wonen zijn gegaan. En op een heel andere manier ook het leven van die bewoner kunnen ondersteunen. De bewoner een onderdeel van een kleine groep en een onderdeel van een huishouden, waarbij ook zelf eten koken of wassen, aankleden. Daar staat het welzijn en de kwaliteit van leven centraal en niet meer het systeem. Dus ik kon ook veel meer aan de bewoners individuele wensen worden voldoen. De laatste jaren zeggen we ook, is er ook een groei van, we hebben de jaren meegemaakt van enorme verantwoorde zorg. En dan moesten we echt allemaal vinklijstjes en ik weet niet hoeveel gegevens. Nou, daar ging een tijd in zitten om dat vooral op kiesbeter.nl en dan, ja, nou, dan heb je een vinklijstje. Dat is niet hoe de bewoner de kwaliteit van zorg ervaart. Dus gelukkig gaan we nu steeds meer richting, genaamd de narratieve kwaliteitsmeting, maar dat de bewoners verhalen kunnen vertellen en echt gewoon kunnen vertellen hoe het met hun gaat. Met hun eigen innerlijke beleving en niet zozeer alleen maar hoe de dingen buiten hen geregeld zijn. Precies. Of het op tijd is of dat het een mooie kleur is. Of dat, het is ook belangrijk en dat de omgeving aanspreekt. Je hebt het veel over de omgeving, maar jij zegt ook wat is die beleving en dus ook misschien wel weer de relatie waar we het net over hadden tussen degene die zorg verleent en degene die hem ontvangt. Precies. Je doet het toe. En vooral in kleinschaligheid kan dat. Als je een groepen van 6 of 7 hebt, dan doet je levensverhaal daar ook toe. En dan kun je ook gewoon aanpassen aan het levensverhaal van die bewoner. Als die nou graag om 10 uur altijd uit bed wil, prima toch? Huisdier meenemen, ja. Dus kijken welke mogelijkheden er zijn. Die beweging heb ik wel gezien. En daar gaan we met Nederland een heel stuk al in. Daar was ik ook heel blij mee dat we die beweging in Nederland in gingen zetten. En vorig jaar werd er weer zo gezegd dat het allemaal zo slecht was in de zorg. En toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. We hebben zoveel goede dingen gedaan. En dan komen die pyjama-dagen weer langs van begin 2000. En waar blijft het nou? We kunnen toch ook trots zijn op de dingen die we wel hebben gedaan. En daar is Van Rijn toen ook mee bezig gaan met die waardigheid en trots. En al die onderwerpen die daarbij zijn. En
wat wij met Eerste Hulp bij Nieuw Organiseren graag willen doen, is dat we bij de organisaties zelf komen en daar zelf organiseren. En dat niet de organisaties bij congressen steeds ideeën op komen doen en dan weer in hun eigen organisatie... Het gaat uitrollen. Ja. Ja. Dus we willen echt een stap naar de mens toe. En als je dan, want je noemt een heel aantal elementen in de voorbeelden die je geeft, wat je hebt gezien, wat er veranderd is, waar ook nog stappen te maken zijn. Er zijn steeds meer, er zijn allerlei congressen waar je het over hebt. Er zijn natuurlijk ook allerlei verpleeghuizen en verzorgingshuizen die daarmee aan de slag zijn. Zelf ook binnen de eigen organisatie en in hun omgeving. Nieuw organiseren, Eerste Hulp bij Nieuw Organiseren. Wat is daar dan wat je daaraan toevoegt? Het integrale met elkaar in gesprek gaan. Met al die verschillende partijen, betrokkenen rondom de zorg. Ja. En daarmee beginnen. En niet beginnen met, we gaan eerst met een klein groepje weer een mooi plan maken. Hoe gaan we nou straks bijvoorbeeld waardigheid en liefdevolle zorg terug managen? Hè? Want dat is wat er gewoon... Iedereen weet wel dat dat niet de bedoeling kan zijn. Hè? Dus dat weet men wel. Maar hoe we dat dan moeten gaan aanpakken, ja, dat is dan natuurlijk heel ingewikkeld. En, we kennen allemaal de uitspraak van Einstein. Hè? Het denken wat het probleem veroorzaakt heeft, kan het niet oplossen. Nou, en we kennen allemaal die zin. Maar we vinden hem ook van toepassing, behalve op onszelf. Denk ik natuurlijk ook. Hè? Ja. Ook hè? Laat daar geen misverstand over bestaan. Ja. En wat we willen doen is dat we, nou ja, dat we inderdaad die eerste aanzet A op locatie doen. En gelijk, ja, niet over de mensen, maar letterlijk met de mensen. En ook vooral de mensen die het aangaat. En nou ja, dat voorbeeld net wat Tijani zegt, noem maar het dwarsgaat als huisdieren. Dat kan natuurlijk ook een mooi gespreksonderwerp zijn. Om dat bijvoorbeeld ook gelijk eens te bespreken als de aanverwanten daarbij zijn. Hè? Of de buren, of wie, whatever. Hè? Want dat kan natuurlijk ook. En dat blijkt toch dat vanuit de system is dat toch allemaal, zeg maar, best heel lastig handen en voeten te geven iedere keer weer. Als je niet die verschillende mensen die gewoon met dit geval, met zo'n, als hoe ga je om met bijvoorbeeld dus een huisdier in het huis. Ja. Daar heb je dus verschillende betrokkenen in de organisatie en bijvoorbeeld mantelzorgers degene die daar woont voor nodig. Ja. En als je dat niet bij elkaar brengt, dan... Ja, gebeurt dat waarschijnlijk niet. Kijk, als ik ken bijvoorbeeld een soort boerderij, hè, of een voormalig boerderij, die nu omgebouwd is voor mensen met Alzheimer en mensen met een verstandelijke beperking. En van Alzheimer weet men, hè, recentelijk hebben we die discussie gehad over die voordeuren, hè, die we dan met plakplastic op kunnen plakken. Okay. Nou, daarom bewaar ik nog mijn oude platen, zal ik maar zeggen. Hè. Dan weet ik nog hoe fijn het vroeger was. Maar dat geldt voor boeren bijvoorbeeld, die hebben ook hun lievelingsdieren. Hè. Dus ja, je moet er toch niet aan denken in een normaal tehuis dat men zegt, nou, hij wil zijn paard meenemen. Ja, toch zijn er instellingen die dat doen en die dat kunnen. Hmm. En nou, die hebben dan is het een verbouwde boerderij, maar goed, nog wel met stallen en een wei. En die boerderij zit nu, zeg maar, rondom gebouwd in een Phoenix-locatie. En er zijn genoeg mensen, in ieder geval vaak meisjes, die natuurlijk dol fantastisch vinden om voor zo'n paard te zorgen. Nou, dat is het, hè. Paardrijden is een vrij dure hobby. Dus dat is ook niet voor iedere ouder weggelegd om dat voor zijn dochter of zoon te regelen. Nou, en dat kan dan daar ter plekke ook. En dan kun je, zeg maar, een soort en-en-situatie creëren. Doordat je zegt, ja, wat letterlijk onmogelijk was, blijkt nu in één keer mogelijk te zijn. Maar dan moeten we wel de whole system in the room hebben. Ja. Anders komen we niet op dit soort ideeën. Dan schieten we gelijk in de weerstand. Ja, bijna helemaal belazerd. Nou ja, we kennen allemaal de verhalen van Hans Becker. Hè? Dat iemand met 6 poezen overweegt te komen. En wat voor discussies dat dan allemaal gelijk oplevert. Ja, terwijl dat vanuit de regeltjes kan het natuurlijk ook allemaal niet. Laat dat duidelijk zijn. Ja, als je kijkt vanuit de mogelijkheden en de manier hoe we dat met elkaar kunnen organiseren, why not? Moet kunnen. Dus
En als het dan gaat over die mogelijkheden, lijkt me ook wel complex. Bijvoorbeeld inderdaad iemand die gaat dus verhuizen en die wil zijn paard meenemen. Ja. Dit is een situatie bij zo'n workshop. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe gaat dat gesprek? En hoe kom je op die mogelijkheden? Of hoe onderzoek je dat? Of hoe zou dat kunnen gaan met de verschillende partijen die dan aanwezig zijn om de tafel zitten? Nou, ik denk dat het in ieder geval begint met de basishouding van wat wij dan tegenwoordig noemen ja en. En dat we dan niet gelijk beginnen, ja, daar hebben we regeltjes voor en dit en dit en dit. Natuurlijk hebben we dat ook allemaal. Hè? Maar we kunnen natuurlijk ook eens kijken van, ja, inderdaad, een uitdaging. Daarom is het ook maatwerk wat we steeds zullen moeten leveren. Ja, maar goed, dan nog, ook al kom je tot de conclusie, hè? Laat me even zeggen, dat het absoluut onmogelijk is. Dan is het misschien toch wel een eerste signaal, omdat vaak blijkt dat als iets eenmaal begint, dan wordt het toch een patroon. Steeds meer mensen gaan dit type vragen stellen. Zou dat kunnen? En dan zie je natuurlijk toch dat vaak een organisatie natuurlijk toch neigt, zeker als die ook klantvriendelijk wil zijn, om te zeggen, nou, misschien moeten we er toch eens over nadenken. Want ik heb die vraag nu al twee keer hebben we nee gezegd, maar nou komt hij de derde keer voor. We moeten daar toch even serieus met elkaar over praten voordat we weer zo makkelijk nee zeggen. En hoe kunnen wij met elkaar te organiseren dat we ja en kunnen zeggen. Hè? En ja en in dit geval, wij willen het wel faciliteren. En het en-stuk zit dan misschien dat het onderhoud daarvan, en het dagelijks onderhoud daarvan, dat we daar eens even met z'n allen naar kijken hoe we dat op een slimmere manier kunnen aanpakken. Dan te doen gebruikelijk. Wat bedoel je dan met het onderhoud ervan? Nou, van zo'n paard. Of mag het niet een paard zijn, kan ook een koe zijn hoor. Dus, ja. Maar het kan ook een hondje zijn. Waarvan ze heel vaak zeggen, ja, maar dat uitlaten. Dat uitlaten, hoe zit dat dan? En hoe gaat dat dan met die kattenbak? En ik ben allergisch ervoor. En, ja. Nou, dat is altijd ja maar. En niet kijken van hoe kan het wel. En er zijn best veel mensen die zeggen, nou, ik wil best een leasehondje hebben, zullen we zeggen. Hè? Maar daar met de vakantie mee zitten en dat wil ik niet. Maar het kan best zijn dat de mensen zeggen, nou, zo'n hond uitlaten. Dat is helemaal niet zo'n punt trouwens. Ik heb tegenwoordig een stappenteller op mijn iPhone en ik moet er ook 10.000 per dag maken. Nou, kan ik dan beter met de hond doen van de buurvrouw die moeilijk te been is. Dus ja, op die manier kun je eens even kijken van... Precies, dus als dan dus inderdaad die buurman aan tafel zit... En dit is een situatie, dan kan er zomaar een idee komen waar een manager of iemand die beleid schrijft of die cliënt zelf niet aan had gedacht. Ja. En dat je, dan ga je zien van, hé. Ik heb een keer toevallig live, is een keer zo'n gesprek waar ik per ongeluk in verzeild raakte, omdat die aan een tafel gebeurde zoals wij hier zitten, waar ook nog een ander gesprekje ergens in de hoek plaatsvond. Ja. En toen was er een vader, wiens ging over zijn zoon met een verstandelijke beperking. Maar die zoon vond zwemmen zo geweldig. En die vader die zei, ja, ik vind het ontzettend jammer dat dat maar één keer in de zoveel tijd kan gebeuren. Nou, en toen had hij zijn andere, de broer van die jongen was er ook bij, dus zijn andere zoon. En toen zei die andere zoon zomaar spontaan, ja, maar dat zou ik ook wel willen met mijn broer. Want ik hoef eigenlijk nooit wat met mijn broer te doen, want hij is altijd hier. Dus dan ontstond een heel ander gesprek. Mm-hmm. Maar dat weet je niet. Die broer had waarschijnlijk uit zichzelf ook niet aangeboden in een andere setting. Nou, dan ga ik dat wel doen. Als ze thuis was, er misschien ook over gesproken. Maar die vader, die kwam dat... En dan zie je ook hoe de houding van mensen veranderd is. Want die vader legt dat als wens neer bij de instelling. Hè? Die natuurlijk gelijk denkt, oh jee, wat kost dat wel niet? Want iemand moet begeleiding hebben en weet ik wat meer. Nou, toevalligerwijs zit zijn andere zoon er ook bij. En op dat moment ontstaat er pas het gesprek wat je wil hebben. Mm-hmm. In het hier en nu. Ja. Hè? Van, oh kijk, zit dat zo? Nou, dan kunnen we met elkaar wel eens even gaan praten. Hoe geven we het handen en voeten? Oh, dus... moet ik me dan ook voorstellen dat jullie zeggen net van nou, dan heb je een start en een begin en aan het einde heb je ook zo'n WhatsApp groep. Maar Tijani zegt net, er ontstaat ook iets van een gevoel voor dat nieuwe organiseren. Ik heb het idee dat ik dat nu ook ervaar als jullie dat vertellen. Dat ik zoiets heb van, oh, maar als je dat dan dus zo doet, dan kun je dus in allerlei situaties kun je misschien meer verschillende mensen bij elkaar brengen of anders gaan kijken en kijken van daarna komt dan misschien wel de vraag hoe gaan we dat organiseren, omdat je mogelijkheden ziet die je binnen de manier waarop de organisatie van dag tot dag vorm krijgt
niet gezien niet op die manier kan zien. Of misschien niet handen en voeten aan kan geven. En daar helpen jullie dan misschien ook bij om na te denken, hoe kun je daar dan handen en voeten geven? Of is dat dan vooral wat uit de gesprekken naar voren komt? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou, belangrijk is dat, nou, zoals je het zelf denk ik net zegt, dat je niet de organisatie als uitgangspunt kiest met al zijn mogelijkheden, maar vooral vaak ook zijn onmogelijkheden. Maar dat je het organiseren als uitgangspunt kiest. Laten we het nou kijken, hoe kunnen we het zo organiseren dat het wel kan, in plaats van dat we de hele tijd roepen. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken binnen het oude systeem. Hè? Dat is wat Einstein al zei. En dat is wat we net zeggen, daar heb je dan misschien geen tijd voor. En daar heb je geen tijd voor en de druk voor en het kost misschien ook wel geld. Hè? Want een hele middag moet iemand ermee naar het zwembad toe. Nou, dat is kostbaar natuurlijk qua begeleiding. Maar goed, als we die begeleiding op een andere manier kunnen organiseren, waarbij die ander zegt, nou, wat ik eigenlijk altijd al willen doen. Hè? Die heb je ook gelukkig nog. Hè? Ja. Dat ze denken, ja, wij worden overvoerd vrijwilligerswerk en dingen, maar met aanverwanten en weet ik veel wat, is het ook gewoon een plezier om dat met die mensen te kunnen doen. Je doet ook jezelf een plezier. Ja. En wat ik dan heel mooi vind is waarom of ook bijvoorbeeld een zorginkoper erbij zit of iemand van de WMO of iemand van de Raad van Toezicht, dat die dat dan ook echt voelen en zien. En maar werkt dat zo? Want ze hebben wel heel veel invloed vanuit hun positie, vanuit bijvoorbeeld een zorgkantoor, maar deze gesprekken maken ze nooit mee. En dan ben je ook gewoon, want je bent ook een onderdeel daarvan. Dat vind ik juist het mooie er ook van, dat we hopen dat daar ook mensen inzicht aan krijgen en voelen hoe het kan werken. Maar, en dat niet altijd de regels voorop staan. Want wat is dan wat je daarin aan mogelijkheid ziet? Wat kan er dan gebeuren? Waarom is dat belangrijk? Omdat we als organisatie zeg maar heel vaak het gevoel hebben dat we allemaal aan allemaal regels moeten voldoen om bijvoorbeeld de tarieven op een hoge niet op 90, maar op 92 te krijgen vanuit het zorgkantoor. Of dat de WMO allemaal regels bedenkt waarom of dingen wel of niet kunnen. En die regels die staan soms haaks op wat een klant eigenlijk nodig heeft. En je moet ook durven als organisatie om bijvoorbeeld langs de regels te gaan. Of sommige regels zijn in het leven geroepen waarvan je denkt, waarom zijn die er eigenlijk? Soms zijn die vanuit de ondersteunende diensten of vanuit de administratie dat je allemaal dingen moet doen en waardoor dan in één keer dingen niet kunnen. Maar dat die ook, daarom vind ik het belangrijk die er ook bij zitten. Want dan zien ze ook van, ja, maar wat onze regels geven beperkingen in plaats van mogelijkheden, zeg maar. En wat zouden we moeten doen of kunnen doen om misschien wel meer, als wij daar een rol spelen in hoe de zorg tot stand komt, hè, via regels, hoe kunnen we daar dan anders naar kijken misschien ook? Zodat er meer de mogelijkheden, zoals we die net bespreken. Misschien wat meer lef hebben en durven. Van het ministerie hoor ik van, maar een heleboel van die regels hebben wij niet bedacht. Want het wordt altijd gezegd, dat komt van het ministerie. Maar soms zijn het helemaal allemaal interne regels die we zelf allemaal als organisatie bedacht hebben. En soms moet je een beetje lef hebben om dingen los te kunnen laten. minder regels en minder administratie, meer aandacht voor de klant. Ja, ik vind het niet zo moeilijk, maar het is, je moet maar durven. Nou, daarom ben je de eerste hulp ingesprongen nu. Ja, ja. Zodat andere mensen daar weer van kunnen profiteren. Ja. Nou ja, en wat ook het mooie zou zijn, is dat als je het bij meerdere organisaties kunt doen, dan kun je ook die organisaties onderling weer verbinden. En dan kun je ze ook nog aan ideeën helpen. Hè? Van bij ons speelt dit. Hè? Stel dat zo'n voorbeeld van zo'n paard. Nou, dan denk je, oh, van hip, ja, dat zou best kunnen. Zo hebben wij er nog nooit op die manier naar gekeken. Ja, precies. Maar je hebt natuurlijk heel veel. Van oudsher hebben we natuurlijk ook kinderboerderijen gehad. Maar dat was ook weer iets helemaal los van de werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Hè? Nou, op zo'n kinderboerderij, stel dat die in de buurt staat van een verzorgingstehuis.
Nou ja, dan zou dat kinderboerderij, daar zouden natuurlijk ook dieren kunnen lopen. Die horen bij die mensen die... Nou ja, dat soort dingen. Maar dan zul je ter plekke even moeten kijken. En dan kun je ook maatwerk leveren. En dan komen we ook in de wereld die iedereen altijd zo'n onzinnige zin vindt. Maar die natuurlijk wel bestaat als je er op een andere manier over nadenkt. Je kunt meer met minder doen. Dan zegt iedereen altijd, ja dat kan niet. Nee, dat kan natuurlijk wel als je dingen gaat delen. He? Als het paard zowel bij het verzorgingstehuis hoort als bij de kinderboerderij, ja, dan kun je delen. En dan heb je maar één paard nodig waar iedereen plezier van heeft. Nou, en in plaats van tegen de een nee zeggen en een ander daar een los paard staan, wat eigenlijk van niemand is. He? Dus ja, nou, zo kun je natuurlijk met elkaar naar een heleboel facetten kijken. Ja, niet iedere instelling met mensen met een verstandelijke beperking, die overigens vaak in de praktijk vaak iets met paarden doen, ja, hoeft daar een hele eigen instelling, een hele manege voor in te richten. Dat kan natuurlijk ook met de dichtstbijzijnde manege in de buurt. Ja, precies. Dus ook waar dat, wat dat betreft, dan zouden er misschien inderdaad wel voorbeelden op tafel kunnen komen waarvan in eerste instantie gedacht wordt, oh, maar gaat dat niet allemaal veel meer geld kosten of een inspanning? Precies. Ja. Zeg je ook van vanuit... Ja, en kijken, naar de mogelijkheden kijken, komen er misschien wel oplossingen die ook vanuit de WMO-invalshoek misschien wel juist interessant zijn, want als die ook aan tafel zegt en die heeft in het vizier van, oh, maar we zitten daar met de kinderboerderij en daar is behoefte aan een paard, is gebleken uit onderzoek bijvoorbeeld. Ja, noem maar de was dan. Ja, dan kunnen daar ook weer verbanden gelegd worden waar je gewoon niet op komt als je in je dag tot dag ritme zit. Nee, want dan druk hebt met wat je moet doen. Iedereen kijkt vanuit zijn systeem. Ja. En die denkt dan maar twee dingen. Hè? Ik bedoel, iedereen die dit filmpje ziet weet dat. Hè? Er zijn maar twee dingen waar ze aan denken. Dat is meer werk en dat is duurder. Ja. Nou, en dat omdenken, hè? Daar gaat dit hier over. Mm-hmm. Hè? Dat je dus denkt, ja en, oké. Maar dan zullen we ook tussen de oren even iets los moeten laten. Want anders komen we er op deze manier niet uit. En dan, nou ja, wat die Gianni net al zegt, we zijn er al jaren mee bezig. Hè? En toch, vorig jaar met zeg maar, de situatie met de ouders van Martin van Rijn, zie je dus dat het op papier, laat ik dat nog zijn, dat het klopt. Dat mensen het ook allemaal met de beste bedoelingen doen. Hè? Daar is denk ik ook helemaal geen enkel misverstand over. Nee. Maar dat het toch in zijn uitvoering dan op allerlei onmogelijkheden stuit. Want niemand wil dit. He, laat dat duidelijk zijn. Niemand wil het. Ja. En toch gebeurt het. Ja. Dus dat betekent toch dat, maar goed, we hebben dat natuurlijk eerder gezien met organisaties, he, tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat organisaties in staat zijn dingen voor elkaar te krijgen die niemand wil. Nou, dat is soms heel prettig. He. Als het, maar het kan ook heel vervelend uitpakken. Ja. Omdat die organisaties op een gegeven moment, ze heten ook rechtspersoon, he, de baas worden over de gewone mensen. Nou, dat wil je weer terugdraaien. Zeker als het over waardigheid gaat en liefdevolle zorg. Dat kan niet. Ja, ze moeten organisaties een middel, kunnen dat niet leveren. Mensen moeten dat leveren. Zou je misschien kunnen zeggen ook dat ze een middel vooral moeten zijn en niet een doel op zich? Ja, zeker. Zeker. Ja. En dan wel weer nieuwsgierig ook naar als ik me zo inleef in... ik ben iemand die zorg verleent. En ik zit aan tafel bij zo'n eerste hulp bij het nieuwe organiseren dag. Workshop. En jullie hebben het over vakmanschap en plezier. Kun je daar wat over vertellen? Waar gaat het dan over? Wat is dan dat vakmanschap? Wat is dan vanuit dat nieuwe organiseren waarom jullie dat een belangrijk uitgangspunt vinden? Zeg maar de verzorgende vind ik bij uitstek de vakman of de vakvrouw richting het leven en de kwaliteit van leven voor de bewoner. Zij weet gewoon van 24 uur per dag kan ze die bewoner ondersteunen en in het eigen leven leiden. En ze is een vakmens in dingen zien en signaleren bij die bewoner wat wel of niet klopt in zijn eigen leefstijl. En ze kan heel prima op het moment wanneer het nodig is een andere deskundige, een behandelaar, een arts of een fysiotherapeut of een psycholoog inschakelen, omdat zeg maar op dat moment die deskundigheid nodig is. Dus ik zie de verzorgende juist als degene die het belangrijkste persoon is tussen de cliënt en het vak.
bij uitstek. Andere vakmensen, of professionals, maar zeg maar de dokter of de fysiotherapeut of de psycholoog, die komen er allemaal even. Een uurtje per week misschien. Of de behandelaar komt even langs omdat er somatisch iets aan de hand is en gaat dan weer weg. Of de psycholoog die doet een observatie en die geeft dan terug van nou maar als je zo en zo die benadering zou toepassen, dan gaat het misschien beter met die meneer of mevrouw in de communicatie. Maar die gaan allemaal weer weg, maar die verzorgende is juist degene waar het allemaal om blijft draaien. Die moet het uitvoeren en die moet de benaderingswijze toepassen. Dus voor mij staat echt de verzorging nummer 1. Ja. Als vakmens. Maar je zegt dan dus, jullie zeggen dan, gebruiken dat woord vakmanschap heel nadrukkelijk. Dat is blijkbaar dan, dat lijkt dan alsof daar dan meer aandacht voor kan zijn dan wat er nu nog is. Moet zijn misschien wel. Moet zijn zelfs. Ja. Moet zijn, ja. Waarom? Nou ja, ik ben erop aanvullend. Ik gebruik vaak als grapje, hè. McDonald's is een restaurant, maar er werkt geen enkele kok. En dat kan zo functioneren, omdat het barst van de regels. Hè. En een van onze stellingen is ook, ja, waar regels zijn, is geen aandacht. En een vakman, laten we even een kapstok bijvoorbeeld pakken, of een kapper. Ja. Kijk, die kiest als uitgangspunt, voordat die begint, jouw hoofd. He? Ja. Ja. He? Anders spreken wij ook over een bloempotkapsel. Als die de regel als uitgangspunt neemt, alle mensen zijn gelijk en we moeten ze gelijk behandelen. He? Dan komt hij met een bloempot. Nou, en dat hebben mensen die veel met regels hebben, die hebben dat zelf niet zo in de gaten. Maar die zijn iemand die vanuit regels werkt, is ongevoelig voor de context. He? Dus die zegt... Nou, dat wil niet zeggen dat regels in een organisatie niet fijn zijn. Hè. Het is toch wel fijn dat wij bij wijze van spreken allemaal rond de 26e ons salaris krijgen. Hè. Ja. Nou, dus in die zin is het hartstikke goed dat de loonadministratie zich vooral aan de regeltjes en de afspraken houdt. Maar mensen die dagelijks met klanten werken, die hebben de hele dag te maken met ad hoc-achtige dingen. Want ja, vandaag ligt die klant er niet zo goed bij, of voelt zich niet goed, of heeft zin in een praatje, of whatever wat er is, of er is iets vervelends gebeurd in de familie. Het is steeds anders. En er is steeds anders. En wat je dus ziet, is dat vakmensen, die werken zeg maar van buiten naar binnen. En leken, hè, zoals bij McDonald's, met alle respect overigens, die werken van binnen naar buiten. Dus die hebben de regel, zo moet je doen, zo lang moet de hamburger erin, zo lang moet dit, zo lang moet dat, zo lang moet zo, zo lang moet zo. Hè, zeg maar even wat we ook met de traditionele thuiszorg een poosje op die manier gedaan hebben. Waardoor natuurlijk de aandacht voor waar het over gaat, is volledig weg. Hè. Je gaat er impliciet van uit dat die aandacht deugt als ik me exact aan de regels hou. Nou, dat gaat natuurlijk niet als je met mensen werkt. Hè. Met producten als hamburgers gaat dat nog prima. Maar als mensen iedere dag er letterlijk anders bij liggen, die hamburgers liggen er iedere dag hetzelfde bij als het goed is. Hè, als de diepvriezer niet per ongeluk uitgeschakeld is. Maar dan moet je dus maatwerk kunnen leveren. Hè. Net als een kapstok of een kapper dat kan. Hè. Dus die heeft het vak, zoals dat heet, in de vingers. Nou, en daar praat je ook over vakmanschap. He, dus een vakman werkt van buiten naar binnen. En dat is wat je hier... En vooral als je in de frontlinie, he, waar het regeerakkoord over spreekt... Die spreekt ook over vakmensen. He. Die heeft het niet over professionals of zo. Nee, die heeft het over vakmensen. En juist vakmensen hebben die kwaliteit dat ze van buiten naar binnen werken. He. Dat doet een visfileerder ook. Een visfileerder begint met hoe ligt die vis erbij, letterlijk, he, als het een vis is. En dan zet hij zijn mes erin. He, dus het begint aan de buitenkant. En dan zijn vakman. En dat is wat je eigenlijk iedere cliënt wenst. He, dat hij aan de andere kant, namens de organisatie, een vakvrouw of vakman treft die weet hoe die moet improviseren. Op het moment dat de situatie anders is dan standaard, zullen we zeggen. En dat hij dan ook nog weet dat hij mag improviseren. Tuurlijk. Daarom staat ook in het regeerakkoord. Hij moet de ruimte krijgen om dat te kunnen doen. Ja. He, want als je natuurlijk zegt, ja, je bent van de regeltjes afgewijken omdat je improviseert, dat mag dus niet. Maar er staat wel in de collectieve ambitie van de organisatie, de klant staat centraal. Nou, dan mag het dus wel.
Dus kan ik me dan ook zo voorstellen dat in de workshops het ook onderwerp van gesprek dus kan zijn als het gaat over dat nieuwe organiseren. He, je geeft dus duidelijk aan bij het oude organiseren of het bekende organiseren. Daar is hier dus weinig of niet genoeg ruimte voor. Nee. Zou meer kunnen zijn zodat we ons meer op mogelijkheden kunnen richten en op de doelen die we nastreven. De klant centraal, de medewerker centraal, de mogelijkheden centraal. Kan ik me dan ook voorstellen dat bij zo'n workshop dat ook daar het gesprek over gaat van hoe staat het er eigenlijk voor in hoe wij dus de dingen organiseren in onze organisatie? Juist. Ja, dat zei ik dit jaar nu ook al. Daar is eventueel ook die tweede workshop voor de bedoeling. Maar dat je in feite zegt, kijk, in het oude organiseren, wat wij als algemeen manager noemen, zijn de vakmensen in handen van de managers. En in het nieuwe organiseren, zou je kunnen zeggen, is de organisatie weer in handen van de vakmensen. Mm-hmm. En dat is het grote verschil. Hè? Dus dat is de paradigma shift. Die, als je het zo wil noemen, hè, de verandering in discours, hè, zoals dat op de universiteiten heet. Ja. Ja, en dat, hè, en wat je ook steeds leest over transitie en transformatie en allemaal dingen. Maar die gaat erover dat je in dit type organisaties, bij uitstek in de zorg, maar dat geldt ook voor het onderwijs, dat geldt overigens ook voor de politie en dat geldt ook in de sociale wijkteams bij gemeentes, dat die organisaties weer in handen komen van de mensen die op de werkvloer lopen. Dat is wat je wil. En dat betekent dus voor de leidinggevende een belangrijke rol, dat ze dus dat primair proces, zoals dat dan heet in het bedrijfskundig jargon, dat primair proces heel centraal staat. En niet de planning- en controlecyclus, met alles. Ook belangrijk, maar pas als dat primair proces deugt. Ja. Niet andersom. Nou, dat is even wennen. Kort gezegd, wat zijn dan de effecten? Wat biedt dat dan een leidinggevende in dit geval? Als je daar wel zo naar gaat kijken. Dat haar stijl van leidinggeven ook zich aan zou moeten passen. Dat zal echt een ondersteunende stijl moeten zijn. Ze is er om de vakmensen in hun kracht te zetten. En om hun te ondersteunen. Dus nou, dat heet zo mooi coachend leiderschap. Dienend leiderschap heb je ook nog. Ja, heb je. Ja. Ja. Dat is een heel andere stijl dan van bovenaf opleggen. Nu zijn we wel een heel eind richting van dienend leiderschap. En van we zeggen het op papier sowieso. Maar dat moet wel vanuit je hart komen. En ook daar in zo'n workshop kan het prima zijn dat zo'n leidinggevende in één keer tot inzicht komt van hé, daar kan ik ook nog wel eens wat een stap in doen als de vakmensen centraal. Als ik zeg maar dan, eigenlijk moet zo'n leidinggevende stap terug. En kijken wat gebeurt er en waar hebben ze mij bij nodig. Hij is onderdeel van hoe moet hier dan georganiseerd worden. In plaats van dit wil de organisatie. Een mooi voorbeeld wat wij vaak gebruiken als metafoor is een terras. Op een terras zitten zeg maar alle stakeholders zitten op het terras. En die willen maatwerk uiteraard. Die willen geen standaard verhaal. En de serveerster, hè, wat in feite zou je nou ook kunnen zeggen de verzorgende is op dat moment, of de wijkagent, of de docent, of wie dan ook, maar in ieder geval iemand die dan op dat moment in de frontlinie ziet, die kan alleen dat maatwerk maar leveren als ze kan gaan over de dingen waarover ze op dat moment moet gaan. Kunnen we weliswaar met elkaar afgesproken hebben in de menukaart, maar je kunt maatwerk leveren, ook al zitten we met z'n tienen op een terras. Op het moment dat die serveerster mag zeggen, dit heb ik afgesproken met de cliënt, back office, zorg dat het voor elkaar komt. In een restaurant hebben we dat en een café hebben we dat stilzwijgend met elkaar afgesproken. Ja. En je ziet ook dat restaurants en cafés ook niet makkelijk die harkstructuur tekenen, want die voelen op hun klompen al aan dat niet klopt. Zoals een gemiddelde voetbalclub dat ook niet tekent. Mm-hmm. Want die weet wel, een voorzitter weet wel van een voetbalclub, joh, ik heb helemaal niks te vertellen over de F4. He? Daar gaan hele andere mensen over. Ik heb wel iets te zeggen over of ze wel of niet op kunstgras spelen, noem maar dwarsstraat, en dat er een kunstgras georganiseerd moet worden, en dat er überhaupt trainers zijn. Maar over de inhoud van wat er precies iedere zaterdag gebeurt op het veld op zaterdagochtend, daar bemoei ik me helemaal niet mee. En daar ga ik ook niet over, nog sterker, daar wil ik ook me niet over gaan. Ook al ben ik er strikt genomen misschien wel verantwoordelijk voor, als er iets misgaat.
En als je even teruggaat naar het terrasje, daar zou het soms ook zo kunnen zijn dat de keuken bepaalt wat er aan de buitenkant gebeurt. Dus dan, dat is dan moet de serveerste weer terug van nee, sorry, maar dat kan niet. Want, of het is op? Ja. Tuurlijk. Zeg het maar dan kan de serveerste niet doen waar ze eigenlijk het liefste zou willen doen. Omdat de back-office, de keuken, bepaalt wat er aan de voorkant moet gebeuren. Ja. Dus dat is een beetje de... Ja, dus dan schets je eigenlijk al heel duidelijk. Je hebt gewoon steeds de werkelijkheid. Elke situatie die heeft steeds met die verschillende lagen in een organisatie. Verschillende rollen, verschillende plekken te maken. En doordat we zo'n harkje gebruiken en directe formele afspraken en lijnen hebben en regels. Kunnen we... vraagt de situatie soms gewoon sneller handelen, creativiteit, ruimte, afwijken, improviseren. En dat is weer de kern eigenlijk waar het dan over gaat. Als je daar meer ruimte voor kan zijn, dan kan uiteindelijk diegene op het terras zo optimaal mogelijk bediend worden. Ja. Maar dan kan misschien dus ook wel, daar zit misschien ook wel een link met dat plezier nog. Ja, uiteraard. Uiteraard? Wil je dat eens... Ja, vakmensen hebben meer plezier in hun werk als hun klanten meer tevreden zijn. Zo werkt dat toch wel. Ja. Ik heb vroeger wel eens een docent gehad en dan zei ik wel eens voor geintje, heb je goede les gehad? Ja, hij zei, ik heb alle 15 sheets heb ik behandeld. Ze hebben ze wat van geleerd. Ja, daar heb ik niet op gelet. Want ik moest er iedere 5 minuten één deen jassen. Dus, of iedere 4 minuten. Maar het grappige is, we begonnen straks even met die hark. Kijk, die hark zit hier, die is zo getekend, maar het terrasje is zo getekend. Mm-hmm. En wat wij eigenlijk met die mensen in het nieuwe organiseren willen doen, is dat we zeggen, nou laten we nou niet dit als uitgangspunt kiezen voor het handelen, maar dit. Mm-hmm. En wat je dan ziet, is dat hier zeg maar zitten, laat ik ze maar even noemen, randfiguren. Mm-hmm. Die lopen zowel op het terrasje als in de organisatie. Nou, en die randfiguren, wat in het regeerakkoord staat, dat noemen we de voorste linie. Ja. Want die zitten hier en dit is dan de achterste linie. En wat je met het nieuwe organiseren doet, is dus het draaien. Dus je werkt niet zo naar beneden en vertel hun maar wat er hier de wereld eruit ziet. Nee, je kijkt hoe ziet hier de wereld eruit. We brengen ook al die andere mensen, inclusief de kinderboerderij bij wijze van spreken, hier gelijk in beeld. Mm-hmm. En geef hun de positie dat de organisatie weer... in hun handen komt, zodat ze kunnen zorgen dat hier optimaal in jouw termen plezier is. En wij zouden het noemen in ieder geval de menselijke maat. Ja, en dat plezier, maar dat plezier zit dus misschien niet alleen op het toetsenbord, zeg maar. Nee, dat zit ook op de randfiguren natuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk, maar die lopen ook hier. Dus ja, dat is wat je wil. Kijk, als je in een goed restaurant zit en je hebt al die appjes waarmee mensen beoordelingen kunnen geven. Nou, dat is echt waar serveersters 's avonds eerst naar kijken. Staat er iets in het systeem? En dan gaat het volgens mij niet om zie mij is goed zijn. Maar ja, mijn dag is goed. Als de Amerikanen hebben daar een mooie uitdrukking voor. Make their day. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Mm. Make their day. Mm. En ik heb hem bij mij bij de voetbalclub er ook ingebracht. We hebben de pupil van de week, zoals dat dan heet bij voetbalwedstrijden. Ja. Ja, die andere jongens zijn er op dat moment voor. Om voor die pupil, make their day, maak zijn dag. Daar ben je voor. Het is niet vervelend als een jochie meeloopt met het eerste en verstorend. Nee joh. Onderdeel van jouw business om ervoor te zorgen dat dat kind het optimaal naar zijn zin. En het rare is, doen ze allemaal vanzelf. Doen ze allemaal vanzelf. Hoef je niks voor te doen aan regels en procedures. Hmm. Ja, want iedereen weet, had ook mijn zoontje kunnen werken. Hmm. Maar dat is voor de verzorgende is er ook gewoon niks moois dan dat je ziet dat de bewoner waar je voor je alle inspanningen hebt verricht gewoon gelukkig is op dat moment. Of dat de familie blij is met dat wat je gedaan hebt die dag, ja, dan krijg je het plezier ook terug. Ja. En dan krijg je ook het plezier terug dat je het ook gewoon mag doen. In plaats van soms dat je het nu stiekem moet doen, omdat je buiten de regels treedt. Dus het gaat ook om de legitimatie van handelen. En ik had ook in een workshop heb ik wel eens gehad dat zo'n ondersteunende dienst zei, ja, dacht je dat ik het leuk vind dat al die vakinhoudelijke mensen hier altijd zo ontevreden over mij zijn? Dacht je dat ik dat leuk vind? Natuurlijk niet, ik zou het liever ook andersom hebben. Maar ja, dat is toch lastig dan.
om het, ken ik, op een of andere manier voor elkaar te krijgen. Hmm. Want de simpele vraag, heb je wel eens aan het primair proces gevraagd wat ze van jou verwachten of wat ze graag van jou zouden zien? Nou, die vraag is toch nog nooit gesteld. Nee. Ja. Ondanks alle goede bedoelingen. Ja, ja, ja. Vandaar dat de eerste hulp. Ja, van joh, als we nou toch beginnen, begin dan gelijk goed. Hè? Begin hier.